GVVV heeft het niet zo op belofteteams vorig jaar. 4 punten uit 8 wedstrijden. Dit seizoen werd thuis tegen Jong Sparta gelijk gespeeld. En nu weer de vroege achterstand voor de Veenendalers in Rotterdam. Dervi Soglu benut al in de 4e minuut een strafschop. En dus moet GVVV in de achtervolging. Dat gebeurt hier met de paas van Lahmoudji. Doelman Fabri uit zijn doel. En GVVV wil wel een strafschop, want Fabri neemt de Graaf mee. Sirik geeft de strafschop niet. Hij geeft wel een vrije schop aan GVV. En die wordt door Terschegget op de lat gepegeld. De Veenendalers 1 punt uit de laatste 2 wedstrijden. Sparta al 7 duels ongeslagen. Ploeg in vorm dus. En die ploeg in vorm komt hier op 2-0. Dervi Soglu is opnieuw de doelpuntenmaker. Aangever heet Ragnar Agge. Spierings namens Jong Sparta vindt Dervi Soglu net naar rust. Agge voor het doel. En ook Alhaft. En die maakt hem af. 3-0 wedstrijd gespeeld. Dan de overtreding van Simon Brouwer. Dat kan er nog wel bij voor GVVV. Nog een strafschop. Doelpuntenmaker heet Boukari. 4-0 voor Jong Sparta. Dat de laatste weken zo op schot is. Maar hier niet op 5-0 komt. 4-0 levert ook 3 punten op. En je vraagt je af wat er met Jong Sparta gebeurt als ze ook voor de winterstoppers punten gaan pakken.